Oh zo, perfect. Ja, dat doet hij mooi niet. Ja joh. Maar dan zit je toch altijd met dat gaan. Ja, het is minderwaardigheidscomplex. Dat iedereen hem op de poten zet. Ja, we weten dat jij er ook bent. Is dat nou uit te pluiten zoals een kraai of zo? Het kan een raap zijn of een raap. Wie is daarachter? Een raap met een egel. Oké. Ja, je bent niet bang. Nee. Het valt niet mee. Dat het is moeilijk. Hij zit uit te dagen. Ik vind het best wel een beetje eng. Nee, hij zit uit te dagen. Nou, het zijn best wel pittige beesten, zeg je. Ja. Zit er los aan? Nou, Nou, dan denk ik. Klopt, ja. Wat geluid, joh. Uit, ja. Ja. Dus, dat is eigenlijk wel een leuk spel om te zien, hè. Ja. Oh, dat is toch grappig. Dat hebben we nog helemaal niet gezien, zo. Nee. Of zou ze dit in scène hebben? Nou, meestal na vieren doen we. Na vieren, hè? Ja. Die grote baan. Een beestje, hè? Ja, gigantisch. Ik denk dat de kleine met hem wil spelen, maar die grote niet wil. Nee, ik denk dat die kleine meer uitdaging. Zo. Hij baalt ervan. Kijk, dat is een ander vriend. Die heeft verboos wordt van Berg, die zwarte raven. Ja. Ja. Wel dan bedenken dat dit een zangvogel is. Ja. Het is overigens wel de meest intelligente vogel die we hebben. Oh, kijk, maar let even heel dicht. Oh, gemeen, hè. Zo, dat is flink, zeg hé. Dat kleine vogeltje is eigenlijk... Ja, die is kleine vogeltje, moet je zien. Joh. Die is mobieler. En die grote kan er... Ja. Die moet het wel hebben van zijn gedrag, maar dat kleine vogeltje is dus veel wendbaarder. Maar kijk, ik vond het gemeen. Leuk, zitten we weer met hem. Ik vind het net een god. Ja. Zo, machtig zeg. Ik zou het niet pikken. Ik zou het niet doen, nee. Dat komt hier, hoor. Nou, wat wil die? Hè? Wat je dan? Heeft hij geen vriendelijke kop? Het is wel vriendelijk. Allebei niet. Nee. Ja, dat is grappig.